Met corona heb je mensen die een beetje twijfelen aan het zetten van een vaccin. De demonstratie was verboden en toch kwamen er zeker 10.000 mensen samen op het Museumplein om te protesteren tegen het coronabeleid. Tijdens de coronapandemie zijn het naar verhouding vooral de ongevaccineerden die op de IC liggen. Het lijkt iets van de laatste tijd, van complottheorieën op internet, van het verlies van vertrouwen in de wetenschap. Maar wat blijkt? Antivaxxers zijn helemaal niet zo'n nieuw fenomeen. Vaccine dissent started when vaccines were invented. De argumenten die ze gebruiken zijn bij ieder vaccin in elke periode hetzelfde. Elk weekend valt er wel weer een voetballer spontaan dood. Dat komt door die vaccinaties. Als we deze argumenten begrijpen, kan ons dat helpen in de huidige vaccinatiecampagne. Wereldwijd tegen de dictatuur! Door de Omicron-variant lijkt corona opeens weg en we zijn nu even met wat anders bezig. Werk je, друзья. En toch zijn we nog niet klaar met het zetten van boosterprikken. En we hebben ook eerder gedacht dat corona voorbij was. Zeg, mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Daarom dus toch deze video over antivaxxers. Want wie weet, komt die nog van pas voor later. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Voordat we over de geschiedenis en dit vaccinatiemonster gaan praten, wil ik even wat zeggen over definities. De mensen die rellen op Museumplein en mensen die twijfelen over het vaccin zijn niet dezelfde groepen. Dat zegt Bernice Hausman. My name is Bernice Hausman and my primary argument is that medical controversies in the public sphere are primarily social controversies and are not amenable to change by scientific argumentation. One of the things that I stress is that hesitancy is normal. Hesitancy with respect to new medications, new vaccines, is completely normal. Vaccinatietwijfelaars vind je overal in de bevolking. Dit zijn mensen die niet per se tegen vaccinatie zijn, maar nog niet overtuigd van het coronavaccin. Dan heb je de antivaxxers. En antivaxxers noem ik mensen die ideologisch tegen vaccins zijn. They tend to see vaccines as emblems and instruments of a dangerous and corrupt public health system that relies on pharmaceutical companies. It's in bed with pharmaceutical companies and it's a very corrupt relationship. Die desinformatie en complottheorieën verspreiden. Dit doen ze vaak voor eigen gewin. You have meditations that are sold that are supposed to ward off COVID. Antivaxxers beïnvloeden wel het debat. Dus waar komen ze eigenlijk vandaan? Antivaxxers bestaan vanaf het eerste vaccin ooit. Dat is het vaccin tegen pokken, een ziekte waar 30% van de mensen aan sterft. Een vaccin dat de ziekte tegengaat is dus meer dan welkom, zou je zeggen. Het pokkenvaccin werkt op basis van het injecteren van de koepokken. Dit is een ziekte die ongevaarlijk is voor mensen en beschermt tegen de pokken. Goed nieuws dus. Maar dat zag niet iedereen hetzelfde. Kijk naar deze spotprint. Je ziet een ruimte vol met mensen. Een dokter die onverstoorbaar prikt. En mensen die overal koeienhoofden uitzien groeien. En door wie is deze prent gemaakt? Juist. Deze prent speelt in op de angst dat het nieuwe vaccin je lichaam drastisch kan veranderen. Er zitten gewoon hele andere dingen in die ook gewoon zelfs je RNA veranderen. Nee, stop. We gaan het zo pas over het nu hebben. Die angst voor koepokken zie je ook op andere plekken terug. Wat minder subtiel is dit vaccinatiemonster. Een beest waar embryo's aan een lopende band in worden gepropt. Het monster heeft wel een interessante spijsvertering, want de baby's die komen er in zijn geheel weer uit. De antivaccinatiebeweging komt pas echt op stoom als de Britse regering vaccinatie verplicht, nadat er bij verschillende uitbraken tienduizenden mensen sterven. In Nederland krijg je ook het pokkenbriefje. Kinderen die naar school gaan zijn verplicht te laten zien dat ze ingeënt zijn. En activisten die richten hierom verschillende antivaccinatieverbanden op. En welke argumenten gebruiken deze antivaxxers? Nou, er zijn drie het belangrijkst. De eerste is religieus. There was a sense that this is playing with nature, it's playing God, it's dangerous. Als je je vaccineerde, ja, dan wantrouwde je God. Die zou het kind toch helpen? En zelf God spelen is ook verkeerd. De Nederlandse schrijver Bilderdijk vond het koepakkenvaccin daarbij een verdierlijking. Het tweede argument is vrijheid. Het inbreken op persoonlijke vrijheid door de overheid, dat is niet goed. Dat moeten we niet hebben. People who don't want to be vaccinated or don't want to be told what to do with their bodies. These are mostly working class people with lesser education. And then you have these sort of middle class anti-vaccination groups. They tend to make scientific or pseudo-scientific arguments against vaccination. Een
derde reden is het vertrouwen en het gebrek daaraan. Is het vaccin wel veilig? Heeft de overheid het beste met ons voor? Herken je de sentimenten al een beetje? Deze argumenten zijn dus al zo oud als de vaccins. We gaan zo kijken hoe ze in het hier en nu passen. Maar eerst even de werkwijze van antivaxxers. Enter Dr. Alexander Ross. Deze Canadees heeft een indrukwekkend cv. Hij vocht in het Mexicaanse leger, hielp in de bevrijding van tot slaaf gemaakte en categoriseerde 600 vogels. Best wel vet. Oh, en hij is trouwens ook een gigantische antivaxxer. Als er in 1885 in Montreal een pokkenepidemie uitbreekt, gaat de staat over tot verplichte vaccinatie. Dat leidt tot gigantische rellen. Ross schrijft in deze tijd heel veel pamfletten. Hij zegt dat vaccinatie pokken niet tegenhoudt, maar juist voor ziektes en syfilis en dus ook de pokken zorgt. Het vaccin doodt kinderen direct. En trouwens, er is helemaal geen pandemie. Als die er wel zou zijn, dan moet je schone lucht hebben en je wassen. En als je hem niet geloofde, nou, dan kent hij nog wel een paar dokters die hetzelfde zeiden. Wat leren we nou van Ross? Het is het perfecte voorbeeld van het antivax handboek. Hij is een white knight. Iemand die meelift op zorg in de samenleving en zichzelf als een held neerzet. Het lastige aan het bevechten van zijn statements is dat ze niet 100% onzin zijn. Het kon voorkomen dat mensen syfilis kregen door vaccinatie. Dit kwam door een bepaalde techniek die op een gegeven moment om deze reden verboden werd. En ja, goed wassen is in het algemeen ook een goed idee. Het houdt pokken alleen niet tegen. Maar voordat je al deze argumenten hebt ontkracht, is de schade al lang geleden. Dat zien we ook bij een white knight uit onze tijd, Andrew Wakefield. Hij publiceert een artikel in het blad Science, waarin hij claimt dat vaccinatie voor autisme kan zorgen. Uiteindelijk bleek het helemaal niet waar te zijn. I think what we now know is that the Lancet paper, which was always felt to be bad science, is a deliberate fraud. Hij had bedacht dat hij met zulke opmerkingen geld kon verdienen. Science trekt het artikel in en hij verliest zijn licentie als arts. Maar de angst voor vaccins is dan al lang gezaaid. In Nederland hebben we ook onze eigen witte ridders. En dat is natuurlijk Thierry Baudet. Hans, de besmettingen stijgen. Hans, de besmettingen stijgen. De voorman van Forum voor Democratie is aan het begin van corona nog fel. De staat doet niet genoeg, tot hij doorkrijgt wat voor sentimenten in de samenleving spelen. Hij wordt opeens de voorman van de antivaccinatielobby. Liefde! Geen dictatuur! De tactieken die Ross gebruikt zijn ook hier één op één in te zetten. Bijvoorbeeld minimaliseer de dreiging van de ziekte. De mortaliteit, oftewel de dodelijkheid van corona, is ongeveer 0,15%. Dat is dezelfde mortaliteit als die van een zware griep. Vergroot het risico van het vaccin. Ja, ik zou dat echt iedereen afraden en ik zou het nooit doen. Het is zeer slecht voor je gezondheid. Verwijs naar een groter complot. Het volksgezondheid is gebruikt, misbruikt als schijnargument om eigenlijk iets heel anders te doen. Een groot alomvattend plan waar ook allerlei andere beleidselementen in zitten, bijvoorbeeld de klimaatplannen, om naar een heel ander soort samenleving toe te gaan. En laat zien dat er autoriteiten zijn die het met jou eens zijn. Michael Yee, de voormalig topman van Pfizer, zegt: dit kan op lange termijn hele ernstige consequenties hebben. Dat noemen we antibody dependent enhanced. En dan is er nog een bijzondere manier waarop het verleden zich ook lijkt te herhalen. Want meneer Ross blijkt bij een controle in een trein uiteindelijk wel gevaccineerd te zijn. Ik zag een foto van u dat hij de spuit in uw arm kreeg. Klopt ook niet? Het is gefotoshopt, ja. Het is allemaal niet waar. Nee, het is niet waar. Ik wil trouwens heel duidelijk zeggen dat ik niet geloof dat Thierry gevaccineerd is. Want komen tribunalen. Die diehard antivaxxers gebruiken dus altijd dezelfde argumenten. En die beïnvloeden de vaccinatietwijfelaars ook. Extra feiten daartegenaan gooien helpt dan niet. Figuring out where people are and why they do what they do and why they believe what they believe, that is not amenable to alteration just with scientific facts. Zijn nog andere parallellen te vinden tussen het verleden en het heden die ons kunnen helpen om vaccinatietwijfelaars te begrijpen? Ik noem er vier. Ten eerste, nieuwe technologie. Mensen houden niet van nieuwe dingen. Het pokkenvaccin is een medische innovatie. Het is nieuw en daarom eng. Net zoals iets dat een RNA-vaccin heet. Of neem zorg over de veiligheid. Het vaccin is snel ontwikkeld. Is dat wel veilig? Is het wel goed onderzocht? Want ja, ook in uitgebreide studies ga je niet alle zeldzame bijwerkingen tegenkomen. I think generally vaccine programs are very, very safe. But it is true that those rare side effects only emerge when they're used on millions and billions of people. Het vaccin is ingewikkeld. Het is ook ingewikkeld om te snappen, want vroeger was de wereld gewoon een stuk minder complex. Neem iemand als Leonardo da Vinci, die is een expert op enorm veel gebieden.
Maar die gebieden zijn ook wel veel minder ontwikkeld dan nu. We hebben tegenwoordig steeds minder door hoe de wereld werkt. De auto waar je in zit, de telefoon die je gebruikt of een bezoek aan de arts. Je moet maar accepteren dat het werkt. En dat vraagt om vertrouwen. En het vertrouwen is erg belangrijk. For me, it comes down to producing confidence in systems. Het is iets dat burgers die in Montreal in opstand komen niet hebben. Die zijn namelijk vooral arm en Frans sprekend. Ze vertrouwen de Engels sprekende artsen die iets in hun arm willen zetten niet. En ook in Nederland is er een grote groep die geen vertrouwen in de overheid heeft. Uit een rapport van voor de coronacrisis blijkt dat 30% van de Nederlanders geen vertrouwen in het systeem heeft. 21% wil de overheid hard aanpakken, desnoods met geweld. Dat het systeem niet voor iedereen werkt, is voor bijvoorbeeld Nederlanders met een biculturele achtergrond ook duidelijk. Dat hebben de toeslagenaffaire en de Belastingdienst goed duidelijk gemaakt. Het is daarom niet zo gek dat zij nog niet zeker zijn van het vaccin, dat de overheid ze vraagt te nemen. En ook vrouwen hoeven niet over te lopen van vertrouwen in de medische wereld. Decennia lang werden nieuwe behandelingen alleen maar op mannen getest. Dus hoe nu verder? De vaccinatiecampagne laat pijnlijk zien hoe het met de sociale cohesie staat in de samenleving. Het opbouwen van vertrouwen en het overbruggen van de polarisatie in de samenleving is van enorm belang. Het is een van de grootste opgaven van onze tijd. Gelukkig laat de geschiedenis zien dat we als mensheid tot grote dingen in staat zijn. Dat laat het verhaal van de pokkenbestrijding zien. Het is een verhaal waarbij het lukt om een ziekte uit te roeien die honderden miljoenen doden op het geweten heeft. Kijk deze video als je op zoek bent naar wat hoop.